Zo, hallo mensen. Ik ben het weer, Nerfboy. Welkom vandaag bij een nieuw filmpje van Nerf Reviews. Vandaag heb ik een nieuw geweer gehaald. Ik heb het denk ik net 10 minuten geleden gehaald. Echt geweldig. Het is op zich wel een beetje een oud geweer. Maar oké. Ik ben echt dol op hem. Nou, hij ziet er gaaf uit. Laten we het zo zeggen. Hij ziet er gaaf uit. Hier is hij dan. Spectra Rev 5. Ja, wauw. Hij is best gaaf. Oké, laten we gaan kijken naar de box. Zullen jullie zien? Spectra Rev 5. Zo. Met het nerfmannetje. Die het geweer vasthoudt. Zoals jullie ook hier zien, 20 meter. Het staat omgekeerd. Waarom is dat altijd bij mijn camera? Je moet minimaal 8 plus zijn, maar ja, ik ben al 14, dus ja. Nou, zoals je hier ook ziet, Nerf and Strike Elite logo. En de woorden Spectra Rev 5. Helemaal te gek. Nou, de achterkant. Het model van het geweer. Het ziet er gaaf uit. Oké, we gaan hem openmaken. Ik heb mijn schaar hier. Ja, hier. Oké. Oh ja, hier zit hij. Dat kan ook. Beide kanten zijn ze opengemaakt. We gaan hem eruit halen. Oké. Hij gaat open. Oh. Dit ziet er best gaaf uit. Zo. Het ziet er best gaaf uit, hè? Oké. We gaan eens even kijken. Goed. Zo, dit is de achterkant. Zo, best gaaf. Nou, gaan we zo meteen ook verder over praten. De beschrijving. Dit is geen normaal papier. Dit is een soort van plastic papier. Kijk, beschrijving. Binnenkant en zo. Hij legt uit hoe alles werkt en zo. Dat soort dingen. Voor de rest niet veel bijzonders dus. Oké, openmaken. Zo. Zo. Nou, het geweer. Wauw, die zit best wel lekker in de greep. Wauw. Dit bek is best lekker. Oké. De 6 darts. 5. Het zijn er 5. Ah, ik dacht dat het er 6 waren. Maar maakt niet uit. De front barrel. Wauw. Best gaaf. Oké, hij is op. Oké. Spectra Rev 5. Gaaf geweer. Wauw. Vele mensen zeggen dat dit geweer op de Reek en de Maverick lijkt. Bijvoorbeeld. Ik pak hem even erbij, de Maverick. Dit is de Maverick. En dit is de Spectra Rev 5. Ik zie echt wel het verschil hoor.
Dat is mijn vader dus. Ja, nee, dat heb ik niet. Ik ben nu een filmpje aan het maken. Oh. Nou, dat is mijn vader dus. Nou, daar gaat weer. Oké. Ja, oké. Zoals jullie zien, het is gewoon best wel een klein wapentje. Zo dan. Goed. Het is wel gaaf. Oké. Vele mensen praten ook over dit ding. Op filmpjes lijkt hij soms heel groot, maar het is eigenlijk een heel klein dingetje. Oké, kijk. Wauw, hij gaat echt heel ver naar buiten. Dat is echt heel ver op zich. Liggen met de Maverick. Die gaat echt niet ver naar buiten. Wauw. Dat is best gaaf. Zo. Bam. Oké. De achterkant. De achterkant is echt heel gaaf. De achterkant zit... Nou, de steuning zit best lekker zo. Oké, even kijken. Zo. Wow, ziet er gaaf uit. De achterkant vind ik eigenlijk zelf, als ik persoonlijk mag zijn... Nou, zo zit hij echt niet lekker. Als ik eerlijk mag zijn. Nee, hij gaat veel te veel buigen. En ik vind het te ver naar buiten zitten. Nee, dat vind ik echt, echt een heel groot nadeel ervan. Om hem naar voren te krijgen, moet je hem naar achter trekken. En dan naar voren. En om hier vast te zetten, duw je hem gewoon weer naar achter. En dan kan je hem niet meer verder zetten. Oké. Het geeft dus ook aan dat het... Rood geeft aan dat hij vast zit. En als hij eruit is, is het gewoon geen kleurtje. Dan is het grijs. Zoals je hier ook ziet, heb je een aanwijzing dingetje. Dat is wel handig voor te zeggen hoe het moet. Nou. Bij het geweer zelf heeft hij ook hier een bovenkantje waar je dingetjes op kan zetten. Ik pak even zo'n dingetje. Hij moet via de voorkant erop, niet via de achterkant. Oké. Voor de rest is het een best lekker geweertje hoor. Maar die achterkant, dat zou heel snel breken, deze achterkant. Zoals jullie ook zien, de achterkantje. Hier zo, zie je een Nerf teken. En... Hij is hier ook dus een beetje ingedeukt. Hij is hier hol en hier niet. De reden waarom dat is, is omdat je dit ding nodig voor hebt zitten. Kijk, zo. En dan botst hij hier niet steeds tegenaan en dat is best wel fijn. Hier zit ook een bocht in dan. Hier zo'n bocht. Dan kan je makkelijker, zelfs als je hem inklapt, dan kan je hem zo laten. En dat zit dan wel makkelijker. Oké. De front barrel is heel speciaal. Het is gewoon een doodnormale ronde barrel. En er zitten van deze dingetjes op. Ik zou niet zo proberen om naar achter te schuiven en zo, want het is gewoon niet normaal. De voorkantje ook. Het is gewoon echt één hol ding. Het is niet zoals de andere dingetjes, zoals van Barrel. Zoals de Retaliator en de Recon ding. Ja. Het zit hier ook anders, hè, met dat klikken. Oké, kijken. Zo. Oké. En dan heb je het hele geweer. Wauw. Je moet echt dit ding een beetje eruit rukken. Om hem eruit te krijgen. En ook een beetje erin duwen. Zo. Wauw. Echt gaaf. Oké, we gaan hem even reladen. Kogels zijn gewoon net zoals gewone blauw. Je moet deze kogels wel helemaal naar beneden duwen. Want als die dan draait, dan is het niet fijn als je hem zo hebt een beetje. En dat hij dan zo tegen dat ding aandraait, want dan gaat hij helemaal krom. En dat is niet fijn. Kijk, zie je? Dan heb je hem zo naar buiten. En dan zo. En dan gaat hij helemaal buigen en dan blijft hij dus haken. Dus wel helemaal goed naar beneden duwen. Want je wilt natuurlijk niet hem kapot maken op je eerste dag dat je hem hebt, hè? Oké, even kijken. Zo. En zo.
Oké. Okay. En dan heb je hem zo. Zo de. Waar ligt die? Waar ligt dat dan? Oh, daar. Zo, dat schiet best wel hard eigenlijk. Hij schiet best hard dit geweer hoor. Oké. Okay. Tijd om hem uit te testen. Ja, we gaan hem uittesten. Kom maar mee. Dus zo. Zo, dan zien jullie het dan. Oké, okay, stoel weg. En dan hebben we hem hier. Spectre Rev 5. Hij is geladen. Dat laden, dat vind ik eigenlijk best wel fijn. Je hebt wel precies zo je hand en dan kan je makkelijk naar achter zitten. We gaan hem uittesten met het schieten. Oké, okay, hier komt hij dan. Het richten zit... Dat richten vind ik echt kloten, eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Want je hebt hier niet van een richtertje of zo. Oké, okay, we gaan hem nu uittesten. Goed. Komt hij dan? Heb ik hem nu al? Zo. Dat ging best snel. Zo. Oh, ik ben snel. Oké. Oké, okay, hebben we hier de 5 darts weer. Even herladen. Wat met deze is, is het gewoon dat je dat dingetje eruit halen. Het is geen lader of zo. Het is gewoon een draaischijf eigenlijk. En dan gaat echt heel ver naar buiten hoor. Daardoor is het wel handig herladen. Oké. Okay. Dat was het dan voor deze review. Dus de Spectre Rev 5. Ik vind hem heel gaaf. Hij is wel anders dan de eerste. De gele. Die zag ik ooit in de Intertoys. Maar die heb ik hem toen niet gekocht. Ik had geen geld en zo. Weet je. Ja. Ja, ik was nog jong. Dus ja. Dit is de elite versie. En die andere was gewoon met N-Strike. Nou, heel gaaf. Oké, okay, dit was dan Nerf Boy. En de volgende, die zal pas ergens na de meivakantie zijn. En ja, is heel anders geweer, een heel ander geweer. Ik zal het wel verklappen. Het is de Nerf Mega Centurion. En ja, dat wordt hem dan de volgende, voor de volgende review. Dus dit was Nerf Boy. Ik zie jullie later. Later, boys.